Het Korps Politie Suriname krijgt meer slagkracht en waarschijnlijk een betere organisatie. Dit haalde minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie vanmorgen aan tijdens zijn bezoek aan het hoofdbureau van de politie te Duisburglaan. De bewindsman gaf aan ervoor te zullen zorgen dat diverse afdelingen versterkt worden. In zijn toespraak haalde de bewindsman verder aan dat hij samen met het KPS de rechtsstaat Suriname beter wil verdedigen en versterken. De inlichtingendienst is een van de afdelingen waar er verbetering in zal worden gebracht. Amoxie zegt dat deze afdeling duidelijke richtlijnen en instructies nodig heeft om operationeel te worden. Omdat je inlichtingen verwerven is toch wel belangrijk om je beleid te kunnen uitzetten. En dus dat gaan we ook doen. Bepaalde afdelingen versterken. De narcotica brigade, fraudeafdelingen. Dus die dingen gaan we doen. Ook de basispolitiezorg natuurlijk. Weet je, met surveilleren, met verkeersdelicten die worden gepleegd. Hoe we daar tegenaan zullen gaan. De buurtmanagement organiseren, integrale veiligheid, misschien de reservepolitie. Dus er zijn tal van zaken die ondersteunen werken om de slagkracht van de politie te verhogen. Amoxie zegt verder geïnformeerd te zijn over de ontevredenheid van politieambtenaren, over onder andere de bevorderingen die niet op gang komen. Hij vindt dat deze ambtenaren niet gedupeerd mogen worden in hun carrièregang. Omdat je inlichtingen verwerven is toch wel belangrijk om je beleid te kunnen uitzetten. En dus dat gaan we ook doen. Bepaalde afdelingen versterken. Misschien de narcotica brigade, fraudeafdelingen. Dus die dingen gaan we doen. Ook. Er zijn richtlijnen in de diensthandvest hoe om te gaan met zulke situaties. Wij als ministerie, werkgever, wij moeten ervoor zorgen dat opleidingen, cursussen op tijd worden verzorgd, zodat de mensen niet gedupeerd worden in hun carrièregang. Dus wanneer ze van de ene rang naar de andere moeten doorstromen, moet dat vlot kunnen gaan. Maar aan de andere kant is het ook niet iets dat ik wil volgen, dat je bijvoorbeeld iemand, zonder dat die een cursus heeft, een diploma heeft behaald, dat je die persoon dan in die functie gaat stellen. Dus onder omstandigheden, wanneer we zien dat de overheid, ja, dat we fout zitten, dat je die mensen wel tegemoet kan komen, wil komen ook. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. Hij heeft vandaag voor de eerste keer een bezoek gebracht aan het Korps Politie Suriname.